Goeiedag, juli is bijna voorbij en dat was een hele droge maand op veel plaatsen. Vooral in het westen en zuidwesten van het land is op her en der minder dan 10 mm neerslag gevallen, terwijl een normale juli maand toch ruim boven de 70 mm zit. Nou, het is niet helemaal droog gebleven, want afgelopen nacht bijvoorbeeld vielen nog een paar stevige buien in het zuidoosten. Hier viel 5 à 6 mm uit, maar op sommige plaatsen is er zelfs 15 mm neerslag gevallen. Nou, ook de komende tijd blijft het licht wisselvallig weer. Zeker niet zo droog als we de afgelopen weken gehad hebben. Zo af en toe valt er een verfrissende bui, maar dat kan soms best wel een stevige bui zijn. We hebben namelijk te maken met een overwegend west- tot zuidwestelijke stroming, waarmee relatief warme lucht naar onze omgeving wordt geblazen, eigenlijk onophoudelijk. Zomerse temperaturen levert dat vaak op, maar zo af en toe zien we wat neerslagsignalen in onze regio. Dat zijn een paar mogelijk stevige buien. Richting half augustus bouwt zich een krachtig hoge drukgebied op, zoals het nu lijkt, boven de Britse eilanden. En dat breidt zich vervolgens, dat zien we nog niet op de animatie, maar kan zich daarna naar het oosten uitbreiden. En daar komen wij dan ook onder invloed van te liggen. Nou, dat zien we dan ook op de luchtdrukkaarten voor de periode richting half augustus. Rood is een te hoge luchtdruk en blauw is een te lage luchtdruk. Dan zien we dat vooral in het Middellandse Zeegebied de luchtdruk net iets lager ligt dan gebruikelijk. Daar wat meer lage drukgebieden ook kans op regen- en onweersbuien. Boven het noorden van Europa, langs de rand van de kaart, ook daar lage druk. Daar loopt de straalstroom langs, wat meer wind staat daar ook en daar ook van tijd tot tijd regen. Maar daartussenin bouwt zich dus een groot hoogdrukgebied op, vanaf de oceaan helemaal doorlopend richting Scandinavië en het westen van Rusland. Bij ons levert dat tegen die tijd waarschijnlijk een oostelijke stroming op. Maar voordat dat hoge drukgebied zich opbouwt, zal eerst nog de wind uit het noorden tot noordwesten waaien. Dat betekent dat het tijdelijk wat kouder wordt. Maar zodra die wind uit het oosten gaat komen, wordt er toch weer warmere lucht aangevoerd richting half augustus. Nou, dat zien we ook aan de temperatuurafwijking die tegen die tijd verwacht wordt. Een groot deel van West-Europa kleurt dan rood. Dat betekent een temperatuurafwijking van zo'n 1 tot 3 graden boven gemiddeld. Overdag spreken we dan toch vaak over temperaturen van zomerse waarde, 25 graden. En het is echt niet uitgesloten dat er 1 of 2 dagen flink warmer nog uitvallen met misschien wel tropische temperaturen. De meeste warmte houdt zich, zoals de hele zomer al op, boven Frankrijk en boven Spanje. Maar dat ligt net buiten de kaart. Rondom dat hoge drukgebied uiteraard ook heel weinig neerslag. En dan zien we ook een groot gebied boven West-Europa, een stukje van Centraal-Europa, waar de neerslagoeveelheden veel lager zijn dan gemiddeld. En dat is eigenlijk al weken aan de gang. Alleen komende week zou er af en toe dus een verfrissende bui kunnen vallen. Later, als dat hoge drukgebied zich langzaam naar het oosten verplaatst, ja, dan komt vanuit het westen de weg vrij voor wat meer storingen. En ook dan zou het af en toe wel tot regen of wat onweer kunnen komen. Kijken we dan nog wat verder richting eind augustus, dan zien we dat er eigenlijk niet zo heel veel verandert aan de temperatuurverdeling. Nog altijd een groot deel van Europa onder de rode kleuren, betekent te hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Ja, en ook eind augustus kan dat gemakkelijk zomerse waarden opleveren van 25 graden en lokaal nog wel 30 graden of zelfs meer dan dat. Nou, ook dan de meeste warmte wel net ten zuiden van ons. Maar het is niet uitgesloten dat die warmte zich soms even naar het noorden uitbreidt. En dan neemt ook de kans op een paar stevige regen- of onweersbuien geleidelijk toe. Iets lager dan gemiddelde temperaturen zien we boven het oosten, noordoosten van Europa en boven Scandinavië, waar ook wat meer regen valt over het algemeen. Gaan we even kijken naar de zomerse en tropische dagen in het zuidoosten van Nederland. Wat nu op dit moment verwacht wordt, dan zien we dat er toch wel een serie met zomerse dagen in ieder geval op de planning staat voor komende week. Dat zijn temperaturen van 25 graden of meer. Maar daarna, als die wind tijdelijk naar het noorden draait, neemt die kans toch wel af. En ook aan het aantal tropische dagen zien we dat. Nou, echt tropische temperaturen worden voorlopig niet verwacht. Alleen rondom woensdag zou een gebied met flink warmere lucht ons tijdelijk kunnen bereiken. En dat is dan vooral voor het zuiden en zuidoosten van het land het geval. Daar dan mogelijk 1 of misschien zelfs 2 tropische dagen van ruim 30 graden. De kans op zomerse dagen is dan wel heel groot. En die neemt in de loop van de termijn, als de wind dus naar het oosten draait, onder invloed van dat hoge drukgebied langzaam ook weer toe. Nou, qua neerslag verandert er niet zoveel. Vanaf zondag zien we de kans op een paar buien toenemen, maar heel veel neerslag wordt toch niet verwacht voorlopig.
Het zal echt een lokale aangelegenheid zijn. Plaatselijk meer dan 10 mm, maar heel veel gebieden zullen het ook droog houden. En dat geldt ook voor volgende week. Met name op woensdag en donderdag tijdelijk grotere kans op een paar regen- en onweersbuien. Maar daarna neemt dat langzaam weer af, al blijft een enkel exemplaar toch wel mogelijk. Over het algemeen dus lichtwisselvallig en warm zomerweer de komende tijd. Ik wens u nog een mooie dag.